130 jaar geleden, rond 1890, is een tijd van grote veranderingen. De stoommachine is uitgevonden, er zijn allerlei nieuwe fabrieken ontstaan, de steden groeien en er zijn heel veel nieuwe uitvindingen. De auto is nieuw, de trein, maar ook het elektrisch licht. Maar al die nieuwe fabrieksmachines die maken ook veel lelijke massaproducten. Nou, door al die veranderingen zijn kunstenaars in die tijd op zoek naar een nieuw soort kunst met allerlei sierlijke vormen. Nou, en dat wordt de Art Nouveau. En die stijl wordt ongekend populair in heel Europa. En hier kun je daar meer over zien. Directeur Wim van het Allard Pierson, wat is Art Nouveau nou precies? Art Nouveau is een internationale kunststroming tussen 1895 en 1914, dus het begin van de Eerste Wereldoorlog. En men ging eigenlijk terug naar het ambacht, natuurlijke vormen en ook in heel veel verschillende materialen. En die sierlijke, natuurlijke vormen die komen dus terug in textiel, in pottenbakkerswerk, beeldhouwwerk, maar ook in affiches, kinderboeken, drukwerk. En dat maakt het ontzettend breed toegankelijk. Wow, ja, kijk hoe dat eruit ziet, hè? Is toch fantastisch? Oeh, dit is ook een mooie, hè? Maar wat me opvalt is dat het dus vooral vrouwenfiguren zijn, hè? Ja, in die Art Nouveau komen heel veel vrouwen voor. Al die vrouwen staan als het ware symbool voor bijvoorbeeld schoonheid. Mm. Hè, dat is hier heel duidelijk. Maar ook moederschap, zuinigheid, maar soms zijn ze ook echt verleiding. Hier heb je de bloemenserie van Alphonse Mucha, een hele beroemde Art Nouveau kunstenaar. Mm-hmm. En meteen de roos staat natuurlijk voor de liefde. Hier heb je de lelie, die staat voor de reinheid. En hier de iris, die staat meer voor de verleidelijke vrouw. Ja, dus vrouwen als het symbool voor de natuur, maar ook het symbool voor kracht. Want dit is namelijk ook de tijd dat vrouwen meer rechten willen. Rond 1900 is een tijd van grote uitvindingen en veranderingen. Nieuw is bijvoorbeeld de reclameposter. Geheel in Art Nouveau-stijl met zijn sierlijke lijnen, zweepslag noem je dat ook wel. Er wordt werkelijk van alles aangeprezen. Cacao, maar ook parfum. De gloeilamp die net is uitgevonden. We zien ook de geboorte van film en bioscopen. Mm-hmm. Theaters waren populair. En we zien natuurlijk theateraffiches, filmaffiches met de echte eerste filmsterren en theatersterren. Zoals Sarah Bernhardt hier. De meest populaire eigenlijk van haar tijd. Wow. Ja, dus dit waren eigenlijk zo'n beetje de allereerste covergirls. Ja.